Welkom bij de 8.5 Rond je cellen Biocast. Je hebt heel veel haarvaatjes, maar niet overal. Bij elke cel zitten haarvaatjes. Hier zie je bijvoorbeeld de gele dingen zijn cellen. Het rode is het haarvat en dat is een lymfevat. Maar daarover straks meer. Het bloed stroomt die kant op. De hele tijd lekt er bloedplasma door je haarvaatjes tussen je cellen. Hier zie je het bloedplasma aankomen. En als dat buiten een haarvat komt, dan heet dat weefselvloeistof. Die weefselvloeistof die neemt zuurstof en voedingsstoffen mee naar de cellen. Een gedeelte van die weefselvloeistof lekt weer terug naar het bloedvat en in het haarvat heet het dus weer bloedplasma. En dat stroomt weer mee terug en gaat weer een volgende ronde onderweg. Maar niet alle bloedplasma dat weefselvloeistof wordt, stroomt weer terug in het bloedvat. Hier zien we het weer weefselvloeistof worden. En door het verschil in druk gaat niet alles terug naar het haarvat, maar een gedeelte wordt opgevangen door een apart systeem, het lymfevatenstelsel. En die weefselvloeistof die in een lymfevat is, heet dan lymfe. Je ziet hem hier een groene kleur hebben en die gaat op een andere weg, onderweg terug weer naar het bloed. Dit is zo'n lymfevat, het gele. Je ziet daar kleppen in zitten, dus het gaat op dezelfde manier als dat het bloed in de ader stroomt. Hier zie je het hele lymfevatenstelsel. En bovenin, bij de borstbuis, komt hij in de bovenste holle ader weer terug in het bloed. Je hebt lymfeknopen, daar komen lymfevaten bij elkaar. Je maakt ongeveer 2 liter lymfe per dag en dat gaat weer terug naar het bloed bij de borstbuis. En de borstbuis die zit boven bij je sleutelbeen. Hier heb je zo'n lymfeknoop. Daar zitten witte bloedcellen in en die wachten daar op ziekteverwekkers die ze kunnen opruimen. Een lymfeklier noemen ze dat ook wel, zo'n lymfeknoop. Een knooppunt met veel witte bloedcellen en die pakken de ziekteverwekkers aan. Als ze opzwellen, dan heb je waarschijnlijk een ontsteking. Hier zien we Willem Röntgen met daarnaast een foto die hij maakte van de hand van zijn vrouw. De ontdekker van de röntgenstralen. Een CT-scan, oftewel een computertomografie, zie je daarnaast. Met een MRI-scan kan je ook binnen in een lichaam kijken. En een kijkoperatie gebeurt met een buisje. Bij een kijkoperatie worden door middel van dunne slangetjes, 2 of 3, instrumenten ingebracht. Natuurlijk moet je ook kunnen kijken door een ander buisje waar een camera in zit. Met hele kleine tangetjes wordt dan een onderdeel in je lichaam beetgepakt. En in dit geval, zoals bij een sterilisatie, doorgesneden. Voor een chirurg is dat lastig, want wat hij normaal 3-dimensionaal ziet, ziet hij nu 2-dimensionaal op een beeldscherm. Dit was hem alweer, de Biocast van 8.5. Veel succes met studeren!